En er is weer een MeToo-schandaal, deze keer in de Nederlandse kunstwereld. En dit zet ons voor een ingewikkeld vraagstuk. Hoe ga ik ooit nog naar een tentoonstelling of een film of een toneelstuk of naar de apotheek of naar een muziekconcert zonder dat er schuld aan mij wordt overgedragen? Want als ik kijk naar een kunstwerk wat is gemaakt door een serieverkrachter en mishandelaar, dan ben ik medeplichtig. Daarom zijn we het er allemaal over eens. Je misbruikt jarenlang vrouwen en mannen als bekende kunstenaar. Jij mag niet meer werken. Waarom? Ten eerste, je moet naar de rechtbank, dus je hebt geen tijd meer om te werken. En ten tweede, omdat het jouw machtspositie was waardoor jij jouw misbruik überhaupt uit kon leven. Op het moment dat jij op je voetstuk mag blijven staan, werken we daarom allemaal mee aan jouw wangedrag. Dus gooi de tentoonstelling dicht. Gooi de galerie dicht. Ik stel voor dat wij nu direct onze medeplichtigheid consequent gaan schoonspoelen naar aanleiding van deze bescheiden kunst- en cultuurcensuurlijst die ik hier heb gemaakt. Louis C.K., iconische Amerikaanse comedian, vliegt eruit, want zat expres te masturberen terwijl twee vrouwelijke collega's zijn kleedkamer binnenstapten. Als hij dus voor je staat en een grap maakt, niet meer om die grap lachen. House of Cards, American Beauty, alle films met Kevin Spacey, zit eruit. Die gast heeft dozijnen van jonge mannen aangerand op filmsets. Alle films van Polanski, zit eruit, behalve Macbeth, want die heeft hij gemaakt 5 jaar voor dat misbruik. Dus toen was hij nog rein en was dus zijn werk ook nog rein, toch? Picasso, zit eruit met zijn geringschattende kijk op het vrouwenlichaam en zijn minderjarige modellen, zijn blauwe periode eruit, zijn grauwe periode eruit. Manhattan van Woody Allen, seriously. Zut, als je vrienden een Woody Allen avondje organiseren, niet kijken, je handen voor je ogen, vingers in de oren en een liedje zingen. I'm standing at the man in the mirror, I'm asking him to change. Nee, Michael Jackson, zut, moet van Spotify af. Als je dit in je hoofd hoort, meteen iets anders zingen, iets rein, zoals Belle Nuit, Oh Nuit d'Amour. Oh shit, nee, dat heb ik ook ooit gehoord in de versie van het Concertgebouworkest onder leiding van dirigent Emile Gatti, die ligt er ook uit. En Offenbach had trouwens zelf ook een minderjarige prostituee als vriendin. Toen de tijd noemden ze dat courtisane, maar dat is allemaal één pot nat. Lolita van Nabokov, zzt, wordt verbrand en van alle literatuurlijsten van de wereld geschrapt. Seks met een 13-jarig meisje, pedo. Geen mens leest hier meer Lolita, oké? Wat? Oh, dat is puur fictie. Oh, oké. Okay. Oh, Nabokov was gelukkig getrouwd met zijn super supportive en toffe vrouw Vera. Oké, Lolita is weer terug. Ik herhaal, Lolita mag blijven. Godzijdank, is echt een heel goed boek namelijk. Echt iets voor de Mondo Boekenclub, Natje. Maar wacht even, dus als er in het werk zelf grensoverschrijdend gedrag wordt beschreven of wordt weergegeven, maar de kunstenaar privé hier niets mee te maken had, dan mag het dus wel blijven. Ja, klopt eigenlijk. Ja, want alle naaktportretten van Egon Schiele mogen blijven. Hylas en de nymfen van Waterhouse is ook weer terug in de Manchester Art Gallery. Ja, als je alles weg gaat halen waarop vrouwen als lustobjecten worden neergezet, dan blijft echt aan de gang. Dan moeten echt alle Disney-films, alle Hollywood-films, alle reclameposters van de wereld weg. En dan moet je ook nu je televisie uitzetten, want dan moet ik nu ook weg. Zet je tv uit dan. Uit. Zet uit dan. Uit. Zeus, weg. Hij vermomt zich als zwaan en verkracht een vrouw met een naam Leda. Weg. Sophocles, Socrates, zet eruit. Die gasten deden het met minderjarige jongetjes en noemden dat een seksueel educatiesysteem, aka knapenliefde. Ik noem dat pedofilie. Het hele antieke theater eruit. Ita voert nooit meer Elektra of Medea uit en Socratische filosofie bestaat niet meer. Niemand filosofeert hier nog rond, begrepen? De gehele katholieke kerk eruit. De gehele fucking wereld is misbruikt door een stelletje priesters in de naam van God. Ik geloof niet meer in God. God bestaat niet. Ich wiederhole, God is tot. En Nietzsche ligt er ook uit, want niemand zit te wachten op een mentaal instabiele Duitser met grootheidswaanzin die zich 8 uur per dag verward zit af te trekken. Isaac Newton eruit. Ik heb ergens gelezen dat hij met zijn 11-jarige zusje is getrouwd. Dus incest en een pedo. What the fuck, Newton? Ik geloof niet meer in de zwaartekracht. Er bestaat geen zwaartekracht meer. Ik herhaal, de zwaartekracht is afgeschaft. Oh, ik voel me licht. Ik stijg op. Ik leg mijn gehele geloof in God, de zwaartekracht en de kunst af. Ik geloof niet meer in deze wereld. Ik vlieg boven iedereen uit. Ik vlieg door het wolkendek. Ik vlieg hoger, hoger. Ik vlieg. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I've found the meaning of true love. I'm riding on the everlasting arms. Touch the sky. I think about it every night and day. I spread my wings and fly away. I believe I can soar. You see me running through that open door. Yeah, I can fly. I can fly.
Sanne. Oké, we gaan inpakken, want blijkbaar heeft ook R. Kelly in een periode van 25 jaar 38 minderjarige zwarte meisjes als zijn seksslavinnen in een web van manipulatie en misbruik vastgehouden in zijn garage. Fuck it! Sanne, we gaan smeren hem. Weet je wat? Wij zijn vanaf nu geen kunstenaars meer. Dit was het. Het is sowieso ook niet meer lucratief om een kunstenaar te zijn. De cultuursector is sowieso al dood. Ja, we zitten hier ook nog in een of ander kunstprogramma wat sowieso al is gecanceld. En mijn Tozo 2 is ook niet binnengekomen. Weet je wat? Fuck it! Wij komen hier niet meer terug. Oké, dag Mando! Tot nooit meer!